Vandaag is alweer de laatste dag aangebroken voor ons hier in Lourdes. In Lourdes heb je speciale baden. Mensen kunnen zich laten dompelen in het water van de bron. Marietje Maas heeft een bijzonder verhaal. Ze had jarenlang last van epilepsieaanvallen. Ja, ik ben in 2004 naar Lourdes vertrokken. En toen ben ik in de baden gegaan. En toen bad ik moeder Maria, wilt u mijn wens in vervulling laten gaan? Dat ik overdag helemaal vrij mag zijn van aanvallen. Ik geef mijn wens in uw handen en vertrouw u helemaal. En ik ging de baden uit. En een jaar later was ik nog helemaal vrij van aanvallen. En ik bleef aanvalsvrij. En de artsen, wat zeiden die? Nou, die vindt een wonder. Ik mag weer leren fietsen. Ik heb al heel lang niet mogen fietsen. Ja, en ik ben nu om Maria te danken. Ja, voor de hele groep. Dat is één kaars. Dit is een plek, zeker met al die kaarsen, waar ervaringen er mogen zijn en waar emoties mogen zijn. Iedereen komt hier om daar iets mee te doen, iets neer te leggen, kracht te vragen. En met een gezamenlijke kaarsaansteking voor de hele groep creëer je letterlijk en figuurlijk een stukje openheid. Je ziet gewoon dat het iets doet, het werkt iets. En wat en hoe weet ik niet. Maar ik vind het wel heel mooi om te zien dat mensen daar door geraakt worden, daarop reageren. Ja. Het is een mooi project, een geweldige bedevaart die we als bisdom samen, en we zouden niet zonder de VNB dit hebben kunnen organiseren. Hoofdaarmoezenier, de mensen van jeugd en jongeren, allemaal aan de voorkant veel werk verricht. Hier in Lourdes zijn het vooral de vrijwilligers die zoveel werk, en zonder vrijwilligers kan dit gewoon niet zo'n mooie bedevaart. En ik denk dat beloond is door de dankbaarheid van de pelgrims. Voor mij persoonlijk blijft toch altijd wel de mis aan de grot het hoogtepunt. Dat is de plek waar Maria aan Bernadette is verschenen. Dat zie je ook 's avonds. Daar wordt de hele dag gebeden. Mensen komen daar uit dankbaarheid en met hun verdriet. Er is geen mooiere plek in Lourdes dan bij de grot. Gisteren, toen ik alleen gisteravond bij de grot was, toen de lichtprocessie bezig was, toen liep ik door de grot en ik was daar ook helemaal alleen, want er liep niemand voor me en liep niemand achter me, dus ik was alleen in de grot. En dat was zo bijzonder, want er is één plaats waar de grot lekt, dus daar loopt Lourdes water door de steen heen en dat viel zo op mijn voorhoofd. En dus ik voel me gewoon heel erg gezegend. Wij zijn wel gelovig, maar niet kerkelijk opgevoed. En voor de eerste keer van mijn leven een rozenkrans gebeden. En ja, daar kwamen de antwoorden waarmee ik hier naartoe kwam. En ik zit al 3 maanden met een burn-out. En ik heb nu de antwoorden gekregen om de komende tijd verder te gaan. En ik ben gewoon onwijs dankbaar dat ik hier mag zijn. Kijk, ik heb een ronde genomen. En hier met de design een beetje anders ziet. En daar gaat dus Lourdeswater in, wat we uit de grot kunnen halen met kraantjes. Iedereen jerrycannetje voor nieuw erin te doen ook nog. Gebruikt u dat thuis ook? Ja, want ik heb van de één oma, oma's zijn allebei dood, maar van één hadden ze dus een mooi wijwatersvaatje. En voordat ik naar bed ga, doop ik mijn handen in dat water en maak ik een kruisteken. Dan hoop ik dat kracht brengt. We zijn al aan het einde van de bedevaart gekomen. Hoe heeft u het gehad? Een hele mooie, ook wel vermoeiende week. Heel veel mensen, heb ik gemerkt, hebben ontzettend veel in hun rugzak zitten, aan verdriet ook. Hebben ze bij Maria neer kunnen leggen, bij God kunnen brengen. Maar er was ook de gezelligheid van de maaltijden, van de terrasjes. We kijken nu even terug, maar ik zou ook graag nog even vooruit willen kijken. Want wat hoopt u nou dat deze bedevaart teweeg brengt in het bisdom? Nou ja, de gedachtegang was natuurlijk toch om de onderlinge eenheid te vieren, feitelijk. Hè. Dat is natuurlijk toch in alle bisdommen, zijn er toch wel wat accentverschillen in de prochies, ook tussen pastoren, tussen gelovigen. Maar dat we door zo'n week samen op te trekken ook beseffen, ja, maar ook, ook al heb je accentverschillen, we horen allemaal bij elkaar. We geloven allemaal in dezelfde God. We geloven allemaal in dezelfde Christus. We zijn allemaal verbonden met de moeder van Jezus. We moeten juist nu als kleiner wordende kerk bij elkaar blijven. Elkaar ook accentverschillen gunnen. En tegelijkertijd wetend dat we door Christus samengebracht zijn. En hopelijk ook
blijven werken aan vitaal katholiek leven in het Bosse Bisdom. Vandaag is ook de zendingsviering. En net als bij elke eucharistieviering tijdens de bedevaart worden er weer gebedsintenties voorgelezen die mensen zelf hebben kunnen aandragen. En zing de Almachtige Vader, Zoon. Vanaf deze plaats wil ik u hartelijk bedanken voor het volgen van de vlogs en graag tot ziens.